een basisplaats voor Melvin Grootvaam. En ook Derek Kwee was terug van een schorsing en begon bij de eerste elf van de ploeg van André Wetzel. 6 minuten onderweg. Dit is Dien Huisman, komt goed voor zijn man. En ziet dan dat doelman Tjeuka Lam veel te ver voor zijn goal staat. Aardige poging van die jonge middenvelder naar 6 minuten spelen. Barendrecht dat het goed doet dit seizoen. Met het schot van Winterberg, maar ruim naast het doel van Patrick Zonneveld. Van Delen op Eekman, weer Van Delen. Eekman inmiddels doorgelopen en die komt dan nog met een voorzet. En de kopbal dan voor Maurits. Daar ontsnapt AFC naar bijna 18 minuten spelen. Grootvaam. Bal kwijt. Nou, dit is niet echt een lekkere terugspelbal op Tjeuka Lam. Dus een redelijk gratis corner voor AFC. Corner getrapt door Willemsen en de kopbal van Bosma. Net naast het doel van Tjeuka Lam. AFC zeker niet de mindere van Barendrecht. Salem op avontuur met Jansen bij zich. Salem op Maurits. En zijn schot wordt dan geblokt zodat Rietveld kan opruimen. Maar balbezit weer voor Barendrecht via Oranje bij Monster. En dan te korte terugspeelbal van Huisman. En de kans daar voor Maurits ineens. Maar Zonneveld ziet er goed tussen. Slechte bal van Huisman, maar AFC komt met de schrik vrij. Leuke fase, zo'n kwartier voor rust met Caldi. En Winterberg met de kopbal. AFC onder druk, maar het komt onder die fase uit. En de laatste kans is zelfs voor de Amsterdammers in de eerste helft. Met de vrije trap van Bosma, die een metertje naast het doel van Tjeuka Lam gaat. Dan is het in de rust behoorlijk gaan hagelen. Slechte omstandigheden ineens en dus een slecht veld. Het schot van de Houten. Tjeuka Lam heeft daar moeite mee. En Bosma kan in de rebound net niet profiteren. Een spekglad veld dus en de hagel blijft voorlopig ook wel even liggen. Eekman richting Salem, die is Jansen kwijt. Salem naar binnen, Nijpels. En is dit een strafschop? Ja, want Salem gaat over het uitgestoken been van Nijpels 1. En dus is dit een terechte penalty. Die aanvaller doet dat natuurlijk slim en versiert zo die strafschop. Eekman achter de bal en 1-0 voor Barendrecht. En dan hebben we nog geen 6 minuten gespeeld in de tweede helft. Grootvaam, een basisplaats dus voor hem. Maar verliest het duel van Eekman. En dan de snelle omschakeling van Barendrecht. Via Monster. Salem aan de rechterkant. De bal iets te ver naar buiten. Maar Salem komt weer naar binnen met weer Nijpels tegenover zich. Die zet hij op het verkeerde been en daar is de 2-0. Prachtige actie van Salem. Die Nijpels op het verkeerde been zet. En dan keurig afrondt in de korte hoek. En dan wordt het weer een lastig verhaal voor AFC. 2 tegengoals in 3 minuten tijd. Eekman wint dat duel. Weer Salem. Weer richting de 16 meter. Salem met het schot. En net over het goal van Zonneveld. AFC volledig de kluts kwijt. Na die 2 snelle tegentreffers. Weer Eekman. Die veelvuldig opkwam aan die rechterkant. Salem, Winterberg, Oranje en Winterberg met het schot 2 meter naast het doel van Zonneveld. AFC komt er halverwege die tweede helft totaal niet aan te pas en moet het hebben van een paar spaarzame kansjes. Hier bijvoorbeeld met Derek Kwee, maar zijn schot gaat een metertje naast het doel van Tjeuka Lam. Corner dan voor de Amsterdammers. De kopbal van Bosma. Ja, die kansen moeten dan komen uit dode spelmomenten. Maar het zit er weer niet in voor AFC. Dat in de laatste minuut van de wedstrijd ook nog een 3e goal te verwerken krijgt. Dit is invaller Aarts. Caldi komt bij de 2e paal. Vrijgelaten door Van der Houten.
En voor hem is het een koud kunstje om de 3-0 aan te tekenen. AFC krijgt dus niet de 3 gewenste punten en staat nu nog steviger op de laatste plaats. Alle pijlen zijn nu gericht op de tweede seizoenshelft. De ploeg heeft eigenlijk al een heel seizoen, eigenlijk een heel kalenderjaar draait al niet. Hè. Vorig jaar heel moeilijk gehad, laatste helft van de competitie, dit jaar de eerste helft heel matig onderaan. En dan gaat het in de kopjes zitten. En dat zag je na de 1-0 gebeuren. Dan vallen er toch 3-4 spelers weg. En dat mag niet gebeuren. Dus daar heb ik ze wel op aangesproken. Als je wil handhaven. En de vraag aan mij door AFC gesteld is. Toen ik aangesteld werd. Laten we ons proberen te handhaven. En laten we dat voor elkaar krijgen. Nou, dan moet je minimaal 2 ploegen onder je houden. En in de nacompetitie doorkomen. Of nog beter presteren. Dat je helemaal onderin wegkomt. Maar daar heb je wel een bepaalde mentaliteit voor nodig. En die zag ik bij een paar spelers wegvallen. En daar moeten we wel aan sleutelen. En dat gaan we ook doen. We gaan nog even doortrainen volgende week. En daarna geef ik ze 10 dagen vrij. En dan gaan we naar Valencia om het trainingskamp te gaan. En dan hebben we echt even goed tijd om een aantal dingen aan te scherpen.